Emilio Samsi, een 3-0 verlies tegen Barendrecht. Dat is een bittere appel om te bijten. Ja, zeker, zeker. Je hebt gezien dat Barendrecht een goed voetballende ploeg is. We hebben daar tegenover ook wel goed voetbal laten zien, vooral in de eerste helft. Alleen, je ziet dat ze echt veel goede voetballende kwaliteit hebben. Centrale verdediger die doorschuift, waardoor wij het ook lastig hebben gekregen. Het is gewoon een lastige ploeg om tegen te voetballen. Ja, want jullie komen eigenlijk goed uit de startblok, uit de kleedkamer. En dat is misschien het doelpunt tegen het doelpunt van Joe Jongman, dat is wel een kantelpunt. Ja, zeker. Het is ook echt ongelukkig hoe die erin vliegt. Drie jongens proberen hem weg te schieten, hij krijgt hem drie keer mee. Dat is niet leuk natuurlijk. Maar dat was inderdaad het kantelpunt. Ja, dan zie je ook concurrenten Taxi eigenlijk winnen. Of... Wacht. Nee, ze verliezen, sorry hoor. Ja, dan komt alles aan op de laatste wedstrijd eigenlijk. Want de onderste ploegen die onder jullie staan, die kunnen nog jullie inhalen. Hoe gaan jullie die laatste wedstrijd in? We gaan die laatste wedstrijd vol vertrouwen in. We hebben volle 100% inzet. Linde gaat niet degraderen, dat is één ding wat zeker is. Ja, want nu ben je nog speler van Linde en volgend jaar ben je speler van Barendrecht. Ja. Vertel eens een beetje, hoe komt dat tot stand? Ik kreeg eerst een berichtje van een oud ploeggenootje van mij, die zo speelt, Jorik van Delen. En zodoende is het tot stand gekomen dat Barendrecht interesse in mij had. En zodoende eigenlijk, ja. Ja, en dat heeft natuurlijk zijn tijd nodig, maar de Barendrechten zullen ook eigenlijk weten wie Emilio Samsi is. Dus leg het eens uit. Emilio Samsi, geboren en getogen in Rotterdam, 24 jaar. Ik heb gezeten bij Feyenoord in de jeugd, 2 jaartjes. Daarna ben ik naar FC Os verkast. Daar een aantal wedstrijden mogen spelen. Naar Jong Sparta geweest. De eerste gehaald, het eerste paar wedstrijden mogen voetballen. En zodoende dat ik... contract aangeboden gekregen bij Sparta, wat helaas niet is doorgegaan vanwege een medische keuring. Een keuze gemaakt om daarna naar Maghreb 90 te gaan in Utrecht. Ik denk dat iedereen vast wel de verhalen gehoord zullen hebben over Maghreb 90. En toen kwam Linde. Mooie stap voor mij om te doen weer natuurlijk. Het is een stap hoger. En nu Barendrecht. Prachtige ploeg, mooie ploeg, bekende ploeg voor mij. Bekende club voor mij, veel bekende jongens die ik ken, met wie ik heb gespeeld ook van vroeger, veel jongens uit de buurt. Dus mooie overstap voor mij. Ja, en wat kunnen de Barendrechts van jou verwachten qua positie? Waar kan jij het sterkst uit de voeten? Ik ben een allrounder, al zeg ik het zelf. Ik zelf persoonlijk vind het op verdedigende middenvelden vind ik het fijnst om te voetballen. Maar zoals je kan zien, ik speel heel het seizoen al bij Linde centraal achterin. En dat is bij mijn vorige clubs ook zo geweest. Dus waar de trainer mij wil neerzetten, daar ga ik staan. En daar ga ik mijn best voor doen. We wensen je nog veel succes eigenlijk volgende week. En we kunnen niet wachten tot volgend seizoen. Ja, dankjewel. Goed.